Bent u toe aan een nieuwe badkamer of een cv-ketel? Wij verzorgen het compleet voor u. Ook voor kachels, haarden en schouwen kunt u bij ons terecht. Bezoek onze uitgebreide showroom of kijk op de website. Op zondag 28 september wordt er voor de derde keer een bijzonder herfstconcert georganiseerd in de Sint-Petersbasiliek in Boksmeer. Door wie wordt dit evenement georganiseerd? Dat wordt door de stichting Fides Pes et Amor georganiseerd. Dat staat voor geloof, hoop en liefde. Dat is een beetje het thema wat wij hanteren. De derde keer. Ja. Hoe was de opkomst de vorige twee keren? De eerste keer was een rustige start, maar de kerk zat wel vol. Ongeveer een 700 man. Maar de tweede keer, iedereen wist wat wij neer hadden gezet. En toen zaten we met 1600 man in de kerk. Wat verwacht u van dit jaar? Ja, het is eigenlijk onvoorspelbaar. Dat weet ik niet. Ik hoop dat die weer vol zit, natuurlijk. Daar doen we het voor met z'n allen. En dat is ook leuk voor de sponsoren, natuurlijk. Want voor welke doelgroep is het bedoeld? Het is voor de jongeren en ouderen met een beperking, mantelzorgers en de vrijwilligers. Wij zien de afgelopen jaren, hè, met de zorg die afgebroken wordt in Nederland, dat deze mensen komen niet meer in het theater. Dus ook de afstand naar klassieke muziek of sfeervolle muziek, die wordt steeds groter. En dat vonden wij jammer. Dus... Verklaart dat ook de populariteit? Ik denk het, ja. En daarom doen we het ook gratis. Hè. Niet zozeer om de kerk helemaal vol te krijgen, maar we willen de mensen gewoon een hele fijne middag aanbieden. Voor niks. Daar gaat het. Want hoeveel mensen kunnen er in de kerk? Oeh, dat is een goede vraag. Ik denk als we er allemaal stoelen bij zetten, een kleine 2000. Maar dan nokkie is die dan ook wel. Ja. Want de rolstoelers, kunnen die hier ook makkelijk terecht? Ja, er wordt een ruimte gecreëerd waar de rolstoelen naartoe kunnen. We hebben gastvrouwen die de mensen of met rollators en met wagens hier naartoe brengen. Die krijgen allemaal een mooi plekje. Er staat aan de zijkant, worden de monitoren neergezet. Iedereen krijgt een prachtig beeld. Zondag 28 september dus. Hoe ziet het programma eruit? Hoe laat begint het? Het begint om 2:30 en we hebben een hele leuke variatie meestal. We hebben een toppetje, dat is Elnara Ciccofolini, moeilijk, en Petra Berger en het Weijenkoor. We hebben Voila uit Beugen en we proberen ook artiesten uit de regio te krijgen. En Maya Jacqueline, ja, dus voor de Boksmeer is dat wel bekend, Marita en... Mark van Hoof gaat nog een lied zingen, ja. En het Boksmeersvokaal. Om wat voor stijlmuziek gaat het? Nou, van klassiek, licht klassiek, maar ook nummers die we allemaal kennen. Van Claudia de Breij bijvoorbeeld, Ik blijf bij jou. Nou, dat is een prachtig nummer. Sfeervolle muziek, dat willen we neerzetten. Want de doelgroep is vrij breed. Jongeren en ouderen met een beperking, ja. Mantelzorgers. Is het dan moeilijk om een programma te maken wat ja, op iedereen aansluit? Ja, nou, dat is ook heel lastig. Kijk, ik denk als je klassiek neerzet en dat zet je 2 uur neer, ik denk dat dat niet werkt. En we krijgen ook teruggekoppeld van de ouderen dat ze leuk vinden dat die variatie erin zit. En ze willen jonge mensen op het podium zien. Vorig jaar hadden we een groep uit Overloon, 7 o'clock. Nou, dat is gewoon geweldig om te zien. Die jongens doen allemaal conservatorium en die zetten hier een stuk muziek neer. Ja, dat vinden mensen leuk, denk ik. Is het niet moeilijk in deze tijd om dat financieel rond te krijgen door geen entree te vragen? Ja, dat wordt wel steeds lastiger. Het is ons dit jaar weer gelukt. We hebben ook een hele waslijst van sponsors. Heel groot, maar we zijn al blij met €50. En er zijn bedrijven die €1000 storten. Dus we hebben het weer rondgekregen, dus daar ben ik wel blij om. Kunnen we ervan uitgaan dat in 2015 er een vervolg komt? Ja, die gaat er zeker komen. We hebben al afspraken gemaakt met de KBO. De KBO die bestaat 60 jaar volgens mij, volgend jaar. En die zoeken ook een thema van God, wat kunnen we op zo'n dag organiseren voor de ouderen. En daar hebben wij inmiddels een gesprek mee gehad. Dus we gaan volgend jaar een combinatie maken, herfstconcert en het jubileumfeest van de KBO.